Dierenambulance Louter Bloemen kreeg zaterdag een heel ongebruikelijke melding. Klopt, mijn collega die had de meldkamer van de dierenambulance Louter Bloemen. En die werd gebeld met een melding dat er in de Mesdagstraat hier in Dordrecht een slang zat. Ja, die mensen waren verschrikkelijk geschrokken. Het ging om deze slang, een rattenslang of korenslang. Even schrikken, maar hij is niet heel gevaarlijk. Deze is niet giftig, nee. Maar ze kunnen wel bijten natuurlijk en daar schrikken mensen ook van. Dus dat toch altijd voorzichtig zijn. Heel belangrijk. Mocht je nou ook een slang in je buurt vinden, raad Van Gent het volgende aan. Slangen kunnen altijd bijten, ze kunnen altijd giftig zijn. En als je zeker niet weet wat voor slang het is, ja, eigen veiligheid is natuurlijk het belangrijkste. Neem gewoon contact op met de dierenambulance, wij komen eraan en helpen de mensen om het dier te vangen. We brengen hem even onder op het asiel en daarna gaat hij door naar Reptie House op de Dubbeldamseweg. Daar wordt hij goed verzorgd, mensen hebben daar echt verstand van de dieren. Daar blijft hij 2 weken, daarna gaan ze op zoek naar een nieuw baasje.